Ik heb je nu, bloedzuiger. Hou het daar. Beweeg niet. Ik had je verwacht. Dus, we ontmoeten elkaar eindelijk. Je zult er spijt van krijgen dat je met mij hebt gerommeld. Wat is dat? Dit is niet eerlijk. Dit is het einde, Ladybug. Haha, het kwaad heeft eindelijk de overhand gehad op het goede. Yes! Huh? Waar zijn we? Oh, jullie zijn precies op tijd, dames. Ja. Wat? Ik ben zwanger? Oh, dit is zo onverwacht. Gefeliciteerd, jullie twee. Oh, sorry daarvoor. Dokter, het is tijd voor mijn afspraak. Okay. Oh, Ladybug, ik verwachtte jou. Laten we eens kijken hoe het met je baby gaat. Laten we deze show beginnen. Het is tijd om onze wrok voor eens en voor altijd te beslechten. Ik heb het nogal druk hier. Neem dat! Wat was dat? Dokter, haal dat ding van me af. Nou, laten we eens kijken. Is dat een burger? U moet uw voedingskeuzes echt heroverwegen. We zullen u later behandelen, mevrouw. Maak het u zelf gemakkelijk, Ladybug. Oké, dokter, ga uw gang. Tijd om hier eens te kijken. Hi, mommy. Oh, ik kan niet wachten om je te ontmoeten, lieverd. Nou, alles lijkt in orde te zijn. Maar we moeten nog wat tests uitvoeren. Echt niet? Auw! Oeps, sorry daarvoor. Ik hoop dat je daarom niet boos op me bent. Nou, ik zie je nog wel eens. Ik heb het eindelijk gehaald. Dokter, waar ben je? Hier. Wow. Oh, dat is de mijne, sorry. Ik verwacht u al, mevrouw. Laten we eens kijken. Auw, dit is niet goed. Hey, alles goed met je? Ja, maar ik ben absoluut uitgehongerd. Heerlijk. Lieverd, waar ben je? Kom op, zeg hallo tegen mama. Iemand, help! Sorry, vriend. Dit is mijn terrein. Mama, hi! Ik zie je snel, schat. Hey, waarom maken we niet wat plezier? Ik ga eerst. Oh, het is een meisje. Ik wist het. Oké, nu is het mijn beurt. Ben je klaar? En? Hey, wat denk jij ervan? Is het een jongen of een meisje? Vertel het ons in de reacties. Laten we het nu eens uitzoeken. Woehoe, het is een meisje. Ik heb altijd al een dochter gewild. Laten we omhelzen. Dus, heb je het goed geraden? Schiet dan op en laat een like achter. Oké, dames. Laten we doorgaan. Hier, dan daar. Oh, dit is onmogelijk. Fluffy, ik heb je hulp nodig. Voor deze taak zijn meer dan twee armen nodig. Ach nee, je doet het verkeerd. Let me op. Kom op, Ladybug. Geef niet op. Oh, dat is zo schattig. Jouw handwerk, toch? Dat zal een 1 zijn. Maar jij verdient een 10+, vriend. Bijna, bijna en klaar. Dit is niet goed. Hey, jij, ruik naar de hemel. Of wat? Anders ga je erachter komen. Wat, wil je een slaapliedje voor me zingen? Nou, dat is gewoon niet eerlijk. Oh, je kont komt niet aan mij. Slaap lekker. Wel trusten, maatje. Heb je hier een crimineel voorbij zien rennen? Hij is echt moe, weet je. Nou, dat is zeker een geluk. Je staat onder arrest. Bedankt voor je hulp om de stad veilig te houden. Alles in één dag werk. Ik moet gaan. Waar zijn we gebleven? Ah, hier is onze baby. Oeps, hij is er niet. Nou, zie je? Ach, kom op, ik maakte maar een grapje. Oh, de jeugd van tegenwoordig. Hey, bestie, gaat het? Hey, word wakker, mama. Ik wil een feestje geven. Oké, Ladybug, dat is gewoon te veel. Slaap zacht, lieverd. Ik ga maar op de grond liggen. Huh? Slaap je nog? Wakker worden. Wakker worden. Oh nee, alweer. Ik kom eraan. Wacht even, lieverd. Deze keer heb ik het echt gehaald. Nou, lieverd, laten we terug naar bed gaan. Slaap lekker. Niet vandaag, mama. Kijk wat ik kan doen. Neem mijn kenmerkende combo. Oeps. Ik denk dat ik er een te veel heb gegeten. Ik denk dat dat het ergste was. Laten we deze keer proberen te gaan slapen, oké? Ik bedacht net een geweldig idee. Laten we dan aan de slag gaan.
We zullen dat allemaal wegwerken. En combineer deze onderdelen samen. Wow. Laten we nu wat rode kleur toevoegen. Zo zacht en gezellig. Je zult het geweldig vinden, schat. Woehoe. Oh, en nog één ding. Oh. Dit ontwerp is zo modieus. Nou, ben ik hier goed in of wat? Oh, lieverd, je moeder kan niet wachten om je te ontmoeten. Oké, goedenacht allemaal. Ach, deze kamer kan echt wel wat verbetering gebruiken. Tijd voor deze mama om wat werk te doen. We beginnen met de wieg. Ziet er behoorlijk sinister uit. Precies zoals ik het leuk vind. Plus, Fluffy, kom hier. Aan het werk. Chichi, wauw. Zo glimmig en donker. Alles is klaar voor je geboorte, schat. Ik denk dat ik haar eindelijk kwijt ben. Je denkt verkeerd, maatje. Ik hoop echt dat het toilet onbezet is. Blijf kalm, Ladybug is op de zaak. Je bent klaar. Oh, sorry. Ik heb een paar minuten nodig. Volg mij. Hé, ik ga eerst. Nee, dat doe je niet. Laat maar door, Mary. Oké, laten we dit als volwassenen regelen. Steen, papier, schaar. Hoe kan het gebeuren? Ik denk dat het gelijkspel is. Hé, en wat moeten wij doen? Jouw beurt, vriend. Oh, eindelijk. Sorry dat ik jullie heb laten wachten, jongens. Nou, laten we doorgaan. Hé, heb je de dingen hier niet door elkaar gehaald? Kom op, kijk eens beter. Oh ja, sorry. Waar zijn we de vorige keer gebleven? Hey Mary, heb je dat gezien? Smaakt zo vies. Ja, het is behoorlijk smerig. Wil je wisselen? Ik zou het graag doen. Ziet er best goed uit. Maar smaakt veel erger. Ja, je hebt gelijk. Heb je honger? Probeer dan dit. Het is de perfecte mix van zoet en zout. Chichi, wauw. Dat is precies wat ik wil. Ja. Oh, en er is nog één ding. Bekijk onze kenmerkende zwangerschapssmoothie. Gewoon heerlijk. Je kunt nooit te veel knoflook hebben, toch? Ja, helemaal. Laten we dan aan de slag gaan, bestie. Oh, ik kan gewoon niet wachten om het te proeven. Ik ga dit nu nemen. Ah, wie is daar? Waar is onze smoothie? Dat kan ik ook. Lucky Charm. Ah, mijn liefste. Dus jij zit erachter, hè? Sorry, maar dit eten is niet gratis. Betalen. Hey Ladybug, heb je kleingeld? Ja, zeker. Eet smakelijk, Mary. Oh, waarom bestellen we deze bloedpizza niet? Ach, ik denk dat het begint. Oh, no. Hier ook. We zijn te laat, mama. Ik ben klaar om naar buiten te komen, mama. Ik kan niet langer wachten. Ah, ik heb een dokter nodig. Ah, ik ook. Het is een noodgeval. Oké. Vergeet niet om te ademen. Wanneer is het voorbij, dokter? Ah, oh, daar komt je baby. Wat een schattige kleine superheld. Zeg hallo tegen je mama. Oh, jij bent zo lief. Oké, jonge dame. Ik ben een dokter, weet je. Ja, ik hou van mijn werk. Sorry daarvoor, dokter. Oeps. Je deed het ook geweldig, Mary. Het is een gezond meisje. Laten we eens kijken naar je hoektanden. Oh. Wat? Hoektanden? Oh, Mary, je bent gewoon zo. Hey, dok. Heb je zin in een date vanavond? Oh, waarom wachten we tot vanavond? Mary, wil je met me trouwen? Yes! Dat zal ik zeker doen. We zullen de eeuwigheid samen doorbrengen. Tot snel. Oh, deze plek is best schattig. Ik vind het leuk. Welkom, welkom. Wilt u het menu zien? Oh, dat zal niet nodig zijn, schat. Ah, alsjeblieft, niet doen. Kijk eens naar die heerlijke hap, Mary. Oh, maar wat hebben we hier? Ik denk dat ze op zoek is naar nieuwe ouders, Adam. Ja, dat klopt. Kunnen jullie misschien mijn ouders zijn? Oh, natuurlijk kunnen we dat. Absoluut. Je gaat met ons mee. Dat is het. Vampieren zijn hier niet toegestaan. Blijf voortaan uit de buurt. Is dit niet een beetje gevaarlijk? Kunnen we in plaats daarvan een taxi nemen? Dit is zo mooi. Deze reis is geweldig. Hier zijn we. Wat vind je van deze plek? Het is zo cool. Het is een echt vampierenhol, hè? Ik heb nog nooit zoiets gezien. Liana, waar ben je? Ons huis kan echt gevaarlijk zijn. Hallo daar, kleine jongen. Dat deed pijn. Mam, pap, ik zit hier een beetje in de knoop. We moeten opschieten, Adam. Laat me gaan. Ik zal je helpen, lieverd. Kom op, kom op. Nog een klein beetje. Laat onze dochter gaan. Dat lijkt er meer op. Vampiermam heeft de dag gered. Oef, waar ben ik? Liana, probeer voorzichtiger te zijn. Mam, pap, ik ben hier. Wie zijn jullie? Ah, er is iets.
Oh, wees niet zo bezorgd, lieverd. Oh, dat is precies wat we nodig hebben. Laten we dit oude ding afstoffen. Aha. Daar is het juiste ritueel. Ik roep de oude magie van Dracula op. Het komt allemaal goed. Je moeder is een meestertovenares, weet je? Deze spreuk laat me nooit in de steek. Nou, alles beter nu, toch? Ja, en ik heb er zelfs een nieuw bed aan overgehouden. Wauw. Dat was zo cool. Vergeet je pluizige vriendinnetje hier niet mee naartoe te nemen. Thanks. Bedankt, mam. Oh, hij is zo zacht en pluizig. Ik zie je morgenochtend. Slaap lekker, lieverd. Laten we het over het onderwerp van vandaag hebben. Kijk eens naar die loser. Weet je wel hoe lelijk je eruit ziet? Waarom zoek je geen klas voor lelijke losers? Waarom doe je zo gemeen? Hou op, hij mag voor de gek houden. Eerlijk, Liana, je kunt echt een opknapbeurt gebruiken. Nee, ik ben geen loser. Rustig aan, Liana. Ik ben geen loser. Mam, het spijt me zo. Dat was niet de bedoeling. Oeps. Goud kan echt gevaarlijk zijn, hè? Dat was een geweldige klap, schat. Laten we gaan verbinden, mam. Goedemorgen, iedereen. Wat eten we als ontbijt? Het ontbijt van vandaag is een verrassing. Je gaat het heerlijk vinden. Dat weet ik zo nog niet. Het is een geheim recept van Dracula zelf. Ga je gang en eet smakelijk. Bedankt, denk ik. Eet smakelijk, Liana. Waar is dit eigenlijk van gemaakt? Wacht even. Ik denk dat ik iets vergeet. De melk. Nu is het ontbijt eindelijk geserveerd. Opeten. Ik raak het spul niet aan. Het is geen menselijk voedsel. Adam, ons meisje krijgt honger. Maak je geen zorgen, schat. We moeten toch ergens menselijk voedsel hebben. Oh, juist. Daar. We zijn zulke vreselijke ouders. Nee, dat zijn we niet. We kunnen haar nog steeds wat van dat heerlijke bloed geven. Maar Liana is geen vampier. Ik wil graag jullie grootste pizza, alsjeblieft. Oké, stop. We bedenken wel iets, schat. Dat beloven we. Geef me gewoon wat geld. Oh, natuurlijk. Dat lijkt er meer op. Ik ben zo terug. Wat gaat ze doen, Adam? Ik ben terug, iedereen. En ik heb pizza meegenomen. Deze knoflooksaus is heerlijk. Alles behalve dat. We zijn dodelijk allergisch voor knoflook. Pizza is zo'n geweldig ontbijtgerecht. Dit is het einde voor ons, schat. We hebben gewoon ademhalingsmaskers nodig. Kom op. Phew. We zijn gered. Sorry voor dit. Ik zal onthouden om vanaf nu geen knoflook meer te gebruiken. Het is stil. Te stil. Hey. Liana, wat ben je van plan? Waar is mijn dochter? Hey. Ik ben Liana. Deze make-up staat me echt goed, toch? Oh, dit is een ramp. Mam, is alles in orde? Ja, ja, ik ben in orde. Alleen een beetje. Anyways, volg mij. Waar gaan we heen, mam? Dat ga je zo zien. Goed, ze moet ergens in de buurt zijn. Gevonden. Het heeft geen zin om jou voor mij te verstoppen. Kom op, kom er al uit. Heeft iemand weer een stylist nodig? Hey. Courtney, blij je weer te zien. Hey. Mam, is ze een zombie-vampier? Natuurlijk is ze dat. Okay. Courtney, laten we niet rotzooien. Je kunt aan de slag. Mijn look is best cool, hè? Ik heb er heel hard aan gewerkt. Oh, dit wordt lastig. Standaard vampirische bleekheid bereikt. Oké, wat nu? Het is jouw tijd om te schitteren, vriend. We moeten dit meisje redden van zichzelf. Wauw. Ik wist dat je dat zou doen. Maar we zijn nog niet klaar. Nu moeten we deze kleine jongens tevoorschijn halen. Ik word nerveus. Kijk maar naar de resultaten. Oh, zo mooi. Make-up is een hele delicate kunst. Je ziet er prachtig uit, Liana. Ik kan er geen genoeg van krijgen hoe schattig ik ben. Ik wou dat ik er zo een had. Je hebt het geweldig gedaan. Hier, en houd wisselgeld maar. Ik hou van mijn werk. Ik ben zo blij je te zien, Liana. Je ziet er geweldig uit vandaag. Wat een heerlijk weer hebben we. Wacht, waar is Liana? Ik denk dat ze in de tuin is. Wat? Gaan ze op een date? Over mijn ondode lichaam. Deze man is veel te verdacht. Maak je geen zorgen, Liana. Mam komt je redden. Eens kijken wat je hiervan vindt, maatje. Kijk maar uit. Hier, Liana. Oh, bedankt. Dit is zo lief. Is dat een kruisboogbout?
Dat is gewoon mijn moeder die aan het dollen is. Je moeder? Ugh, ik heb gemist. Ik heb een andere aanpak nodig. Maar eerst moet ik me afschermen van de zon. Ziet er goed uit, Mary. Laten we nu gaan. Wil je een ijsje? Ik trakteer. Thanks. Bedankt, Ryan. Daar zijn jullie tortelduifjes. Laten we eens kijken hoe jullie nu van jullie ijsje genieten. Ik geniet echt van ons afspraakje tot nu toe, Liana. Eeuw. Ryan, je bent... Je ziet er niet goed uit. Het lijkt erop dat je vergiftigd bent. Vaarwel, mijn liefste. Ik zal je nooit vergeten. Rustig maar, lieverd. Het komt allemaal goed. Mam 1, vriendje 0. Kom, we brengen je nu terug naar huis. Ik ben zeker blij om terug op school te zijn. Wat is het onderwerp van vandaag? Vandaag hebben we een toets. Jongens en meisjes, verspil geen tijd en ga aan het werk. Een toets? Ik ben hier zo niet klaar voor. Dit is zo makkelijk. Ja, ik denk dat ik de enige ben. Oké, denk Liana, denk. Hey Megan, kun je me helpen? Echt niet. Niet praten. Alsjeblieft, concentreer je op je toets. Oh, je vraagt erom. Oké, ik heb een idee. Kom op, Megan. Alsjeblieft, help me met vals spelen. Denk er niet aan. Dit is zo oneerlijk. In dit tempo ga ik falen. Maar zo makkelijk geef ik niet op. Tijd om je te leren delen, Megan. Liana! Ik was gewoon... Ik ben bang dat je een onvoldoende krijgt. Mam en pop zullen zo boos zijn. Wacht, dat klopt. Mijn ouders zijn vampiers. Ik moet mama gewoon om hulp vragen. Wat is er, liefje? Onze leraar heeft me een onvoldoende gegeven. Ook al heb ik niks gedaan. Oh, hoe durft hij mijn meisje zo te behandelen? Laat ons geen gekke dingen doen, mevrouw. Het is helemaal geen pijn. Mijn lieve Liana is de trots van jullie klas. Ja, ze verdient... een 10. Oh, en mijn proefwerk dan? Ook een 10. Heel erg bedankt, mam. Je hebt me hier echt geholpen. Mag ik een klein hapje, mama? Denk eraan, Liana. Te veel snoep is slecht voor je tanden. Dus vooruit. Maar slechts 1. Heerlijk. Mijn tand. Die was mijn favoriet. Ik heb hiervoor gewaarschuwd, liefje. Je moet mij helpen dit op te lossen, mam. Laten we opschieten en je naar je tandarts brengen. Wat lijkt het probleem te zijn? Ik ben een tand kwijt. We geven je een gloednieuwe hoektand. Dat klopt. Ga je gang en kies er 1 uit. Nee. Bekijk dan deze. Best netjes, hè? Het is massief goud. Echt niet. Hoe zit het met die? Wow. Ik weet het toch? Zo glanzend. Het staat je echt goed, Liana. Vergeet niet dat de nieuwe tanden behoorlijk duur zijn. Oh, natuurlijk. Daar zorg ik wel voor. Jongen, wat heb ik een honger. Hey. Wat is er aan de hand? Gefeliciteerd, Liana. Bedankt. Ik weet al precies welke wens ik moet doen. Laten we dan maar beginnen met het feestje. Woe! Het is een piñata. Ik wil er meteen op slaan. Ga je gang, lieverd. Je kunt het. Wow, voorzichtig daar. Liana, iets langzamer. Oh, dit kan gewoon niet. Help me even, Adam. Meteen, Mary. Mam, pap, waar gaat het allemaal over? Ga je gang en graaf je in, lieverd. Maar waarom zou ik dat nodig hebben? Daar kom je zo achter. Ik ben nu een vampier. Waar komen al die puistjes vandaan? Ik dacht dat vampiers vlekkeloos hoorden te zijn. Heeft iemand hier een dochter nodig? U hoort iemand? Meneer, u bent onderhand mijn enige hoop. Zou u geen ouder willen zijn? Ik denk het niet. Zo jammer. Perfect. Ik krijg het eindelijk onder de knie. Nou, even kijken. Wat hebben we hier? Het lekkerste spul ligt altijd onderaan. Aha, precies wat ik zocht. Tomatensap is het perfecte ontbijt eten. Echt niet. Kinderen mogen nooit zonder ouders achterblijven, weet je? Massief goud en vers bloed. Het perfecte ontbijt. Nu, ga uit mijn zicht, jij. Oh nee, een kind schreeuwt om hulp. Hou vol, ik kom eraan. We gaan samen heel veel plezier hebben, liefje. Je zult het geweldig vinden. Ik denk het niet. Kluip met je handen van haar af. Dat zou je wel willen.
Hey, waarom maken jullie ruzie? Jullie zijn allebei geweldig. Jullie kunnen allebei mijn moeder zijn. Kom binnen, lieverd. Kom binnen. Je zult wel uitgeput zijn vandaag. En ik dan? Laat me binnen. Het spijt ons. Maar arme mensen mogen hier niet naar binnen. Dit is zo oneerlijk. Nou, Liara, vanaf nu is dit jouw huis. Maak het jezelf gemakkelijk. Oh, wat een duur kussen. Ik voel me ineens niet op mijn gemak. Maak je geen zorgen, lieverd. Jack, kom hier. Ik heb een gewoon bed nodig. Alsjeblieft, je nieuwe bed. Vind je het mooi? Ik voel me behoorlijk moe. Slaap lekker, lieverd. Morgen begint je nieuwe leven eindelijk. Ah! Het is onweer. Help! Oh man, dit is zo eng. Maak je geen zorgen. Mama is hier. Kom mee, dan laat ik je iets leuks zien. Wow. Probeer bij te blijven, liefje. Nou, Liana, hier vertrek ik. Het is heel gezellig. Wow. Ik vind het hier fijn. Maar al dat reizen heeft me behoorlijk hongerig gemaakt. Oké, dit gaat niet werken. Waarom halen we geen pizza, mama? Wat je maar wilt, lieverd. Hallo, we willen graag uw grootste pizza, alstublieft. Ik kan het al ruiken. Hé, hoe zit het met geld? Het eten is er eindelijk. Dat lijkt er meer op. Ik kan niet geloven hoe lekker de pizza is. Ik kan niet geloven hoe lekker de koerier is. Mam, dat is zo onbeleefd van je. Je bent vrij om te gaan, denk ik. Wow, wat is dat daar? Ik geef je een gloednieuwe scooter. Ik heb dat contract nodig. Mam, kijk uit. Liana, dat mag je niet doen. Mama heeft het druk met haar werk. Ga maar even met je poppen spelen, schat. Ik moet dat contract zo snel mogelijk afhandelen. Mijn pop. Oh nee, mijn laptop. Een deal van de eeuw. Zomaar verpest. Dat is het. Hallo, ik heb de beste oppas nodig die er te koop is. Ik zal mijn best doen, mevrouw Courtney. Kunt u mijn pop nog maken, juffrouw? Oh, blijf in mijn buurt. Kom niet dichtbij. Oh, dat zullen we nog wel eens zien. Kijk uit, oppas. Ah, wat ben je aan het doen? Je bent erg stout, Liana. Mam! Niemand bijt mijn dochter. En nu ons huis uit. Je hebt me gered. Natuurlijk heb ik dat gedaan. Tijd voor een toets. Dit wordt lastig. Maggie, kun je me helpen? Echt niet, Liana. Je had moeten studeren. Ugh, je bent zo gemeen. Zit je in de problemen, liefje? Nou, maak je geen zorgen. Shh, ik ben zo terug. Mam, waar ben je? Hier ben ik. Je hebt geluk dat ik goed ben in wiskunde. Wat is hier aan de hand? Welkom op school, mevrouw Courtney. Hallo? Wie is hier de leraar? Hoeveel kost het om mijn dochter een 10 te kopen? Dan is het tijd voor plan B. U bent een hele aardige juf. En u vindt dat Liana een 10 verdient. Ja, natuurlijk. Liana, jij verdient een 10. Je haar moet echt geborsteld worden, lieverd. Achoo! Ah, mijn tand! Wat een belangrijke dag voor je. Hier is een vervangende tand, lieverd. Schiet op en probeer het. Oh, het staat je zo goed. Mary, dit is belachelijk. Laten we ophouden met deze onzin, liefje. Het kan me niet schelen wat je te zeggen hebt. We gaan naar de tandarts. Dokter, we hebben uw hulp nodig. Mijn dochter heeft een nieuwe tand nodig. Maak het u gemakkelijk en... Geld is natuurlijk geen probleem. Maak je geen zorgen. Zo duur is het niet. U begrijpt het niet, dokter. Rijke meisjes zoals zij hebben dure tanden nodig. Daar gaan we. Wow, ik vind het geweldig. Schiet op en probeer het. Ik weet zeker dat je het geweldig gaat vinden. Ik ben heel gul geweest met mijn speciale geheime ingrediënt.
Ik ga eerst, als je het niet erg vindt. Natuurlijk vind ik dat niet erg. Eet smakelijk. Oh, ik kan niet wachten om het ook te proberen. Wat is er aan de hand? Ik verbrand! Help me! Iemand! Jack, kom hier! Water! Ik heb water nodig. Onmiddellijk. Maar wat was dat geheime ingrediënt van jou? Oh, het is knoflooksaus. Ik snap het. Liana, ik was gewoon helemaal vergeten dat jullie vampiers waren. Gefeliciteerd, lieverd. Wat vind je van mijn cadeau? Oh, het is Pikachu. Wow, een taart. Weer met je dure cadeaus? Alsjeblieft, moeders, maak geen ruzie. Je zit er nu mee, Courtney. Oh, dat durf je niet, Mary. Pak aan. Ah, gaat het, mam? Dat was een druppel, Mary. Zeg hallo tegen mijn paal. Ik kan niet aanzien hoe jullie zo doorgaan, jullie twee. Het spijt me, maar ik ga weg. Heb je haar gehoord? Courtney! Oh, wat hebben we gedaan? Lieverd, kom terug, alsjeblieft. We missen je zo erg. Waar ben je, Liana? Dit is een geweldig idee, Courtney. Nu weten we zeker dat we Liana kunnen vinden. En ik ben weer helemaal alleen. Kom alsjeblieft bij ons terug. Dan worden we eindelijk een echte familie. Ik wil een vampier zijn. Ben je er klaar voor? Dit is precies waar ik altijd van gedroomd heb. Het lijkt erop dat de arme kleine Liana op zoek is naar een adoptiegezin. Wat? Is dat een vleermuis? Oh-oh. Hoe durf je me zo te behandelen, sterveling? Wat is hier aan de hand? Ach, wat ben jij een schattig klein meisje. Oké, ik adopteer je. Oh ja, Courtney neemt alleen genoegen met het allerbeste. Help! Iemand, help! Maak je geen zorgen. Ik hou gewoon van die zeldzame bloedgroepen. Huh? Oh, ik kan mijn ogen niet geloven. Ik moet gaan. Zie je later. Vanaf deze dag zal ik in al je wensen voorzien. Hey, ik zag haar als eerste. Oh ja, wil je hierover vechten? Prima. Bedankt voor de hulp. Welkom in je nieuwe leven vol luxe. Oh, dat zijn maar vleermuizen. Ze zijn volkomen onschadelijk. Wauw, deze plek is zo mooi. Het is goud en rood fluweel, zover het oog reikt. Ik vind het hier geweldig. Oh nee, pas op, lieverd. Hoe gaat het met je, liefste? Oh wauw, deze beker is zo gaaf. Het zijn de vampierjagers. Ze laten me gewoon niet met rust. Oh, ik vraag me af wat deze schakelaar doet. Oh, dit is gewoon te stressvol. Liana, nee! Het spijt me zo, mama. Dat was niet mijn bedoeling. Het is prima, lief. Vert. Volg mij, lieverd. Ondertussen is Mary's manier van leven heel anders. Wauw! Het brandt! Water! Ik heb water nodig! Tijd voor een grapje. Mama, kom even hierheen. Ik kom, lieverd. Eeuw, goor! Liana, heb jij dit gedaan? Oh, laat maar. Ik kan niet boos op je blijven. Hoe dan ook, mama heeft een klein cadeautje voor je. Daar ga je. Nice! Oh nee, het brak! Niet huilen, lieverd. We kunnen het fixen. Ik zag deze leuke live-hack op TikTok. Whoops! Mijn arme bol! Ja, dat was ongemakkelijk. Het is maar goed dat Courtney een zeer scherp gehoor heeft. Oh nee, mijn arme meisje huilt. Ik kom eraan, lieverd. Blijf met je handen van mijn dochter af.
Ze zal je niet meer pesten, lieverd. Dit luxe restaurant heeft voor iedereen wat wils. Maar vampieren hebben een zeer specifieke smaak. Ik eis bloed. Haast je. Meteen, mevrouw. Als je bloed nodig hebt, is er geen betere plek dan een ziekenhuis. Laten we het snel doen. In dat geval, alsjeblieft. Prettig zaken met u te doen. Ontspan maar, meneer. Hier is uw bloedcocktail, mevrouw. Dank je. Oh, en ik wil wat pasta. Het allerbeste wat je hebt, alsjeblieft. Geniet van uw maaltijd. Kun je ook wat saus toevoegen? Natuurlijk, het is onze kenmerkende knoflookdressing. Eeuw, wat een verschrikkelijke geur. Daar wil ik graag meer van, alsjeblieft. Je hebt een geweldige smaak, jonge dame. Dat is gewoon perfect, bedankt. Dat is helemaal te veel knoflook. Phew, nou dat is veel beter. Dat spul was heerlijk. Maar ik denk dat ik echt overboord ben gegaan met knoflook. Hé, je had moeten uitkijken waar je heen ging, maatje. Oh, wauw. Ik voel me zo fris nu. Daar hoef je mij niet voor te bedanken. Hé, ik ken iemand die graag een scooter zou kopen. Ah, ik ben er meteen mee gereden. Auw, dat doet pijn. Mijn arme knie. Oh nee, mijn arme baby. Je bloed ruikt zo smakelijk. Oh, dit ziet er niet goed uit. Ik moet mezelf beschermen. Een zoutcirkel zou de oplossing moeten zijn. Oh. Sorry daarvoor, maar je liet me geen andere keus. Maak je geen zorgen, je zult binnen de kortste keren genezen. Laten we vanaf nu met elkaar overweg kunnen, moeders. Wat is er lekkerder dan een koud ijsje op een warme zomerdag? Ach man, ik heb mijn beste t-shirt verpest. Nu voegen we wat parfum toe. En wat lichte blush. Oh nee, ik ben te laat voor mijn spa-behandeling. Tijd om onze was te doen. La 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 la. Ik denk dat Courtney deze instelling heeft gebruikt. Oh, dat is niet goed. Sorry daarvoor, man. Een week zonder je smartphone. Kijk maar eens naar alle bubbels. Het lijkt erop dat Liana en Courtney midden in een luxe schoonheidsbehandeling zitten. Moeder geniet van haar makeover en de dochter geniet van haar favoriete YouTube-kanaal. Wil je ons revitaliserende gezichtsmasker proberen? Uh-oh, Mary is hier om een grap uit te halen met haar rijke rivaal. Tijd om deze show op de markt te brengen. Oh, je beseft niet eens hoe moeilijk het is om moeder te zijn. Oh, dat hebben we niet nodig. Laten we eens kijken hoe je mijn kenmerkende dwelmassage leuk vindt. Mijn hemel, dit was zo verfrissend. Oh, dat is niets vergeleken met onze gloednieuwe kenmerkende make-up behandeling. Wat is dit voor een zieke grap? Fix mijn gezicht meteen. Oké. Ik hou van dit deel. Oké, ik ben klaar. Ga je gang en neem een kijkje. Maak je een grapje? Oh, kom op. Deze panda look staat je echt goed. Ah! Kom weer een beetje, Courtney. Ah, het licht. Hallo daar, Liana. Heb je me gemist, lieverd? Moederdag is een schoolevenement dat we niet mogen missen. Het lijkt erop dat Mary gaat pronken met een zelfgemaakte taart. Hey Mary, let op waar je loopt. Oh nee! Courtney! Je bent zo onhandig dat het hilarisch is. Oh lieverd, je moet dat nare spul niet eten. Maak je geen zorgen, Liana. Je klasgenoten zullen van me houden. Ik heb tenslotte heel duur snoep meegenomen. Wauw! Deze zijn gemaakt van puur goud. Het is zo luxe als maar kan. Deze zijn echt goed. Oh, auw, mijn tand. Je snoep is verschrikkelijk. Wat bedoel je? Ha, daar heb je niet goed over nagedacht, ha. Ga weg, Mary. Wow, dit ding is scherp. Oké, goed, je vroeg erom. Hier, eet wat knoflook, loser. We zullen zien wie er bovenaan komt. Hé, kom hier.
Ik kan hier niet meer mee omgaan. Ze zullen nooit leren met elkaar om te gaan. Huh? Oh nee, het is Van Helsing. Hallo daar, kleine vriend. Iemand, help! Doe geen moeite om te schreeuwen. Niemand zal het horen. Liana, ik ben thuis. Oh nee, alles behalve dit. Iemand heeft ons meisje ontvoerd. Barry! Dit is verschrikkelijk. Hoe konden we dit laten gebeuren? Oké, we kunnen het ons niet veroorloven om te treuzelen. Wij moeten handelen. Dit zou genoeg moeten zijn voor het losgeld. Ach man, mijn staak verloor zijn punt. Maar dat kunnen we gemakkelijk oplossen. Stop, we hebben het losgeld meegenomen. Laat haar gewoon gaan en we geven je het geld. Nee. Sterker nog, jullie zijn de volgende in de rij, bloedzuigers. Oh, je gaat hier voor boete. Hé, dat is vals spelen. Ik zal je hiervoor pakken. Oh nee, ik kan niet kijken. Nee, dat slechterik. Yeehaw! Oh nee. Dat zal je leren met mijn familie te rommelen. Liana, je hebt onze levens gered.